Hoi, doodskopjes. Het is mij, Don de Grote YouTuber. Hallo. Yo, dames en heren, mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Minecraft map van een kijker. Hallo, Don. Welkom bij een nieuwe map. De regels: speel deze map in survival. Je mag geen blokken slopen. Speel het in peaceful. Je mag de map niet uit. Waarschuwing, dit is heel moeilijk. Veel plezier met het spelen van deze map. Een map bij Raxo001. Staat hier op peaceful? Nu wel. Oké. Okay. Where do I go now? I go here. And then we go dropped. And then we go up. Oké. Okay. Ik zit hier voorlopig nog wel even. Hi. Oh, het is een ijswereld. Oké, okay, als je me serieus dit als eerste laat doen. Dan... En ik moet dit in survival doen. Sorry hoor. Maar dan ga ik toch echt even vliegen. Oké, dan komen we hier boven terecht. En dan staat spawn point. Perfect. Oh, hemeltje. Krijgen ook enorm veel speed. Oké, gaan we. Oh, mijn leven! I'm fucking dead. Maar dat is het nare eraan. Je kan het niet resetten namelijk. Oh god, dit gaat veel te fucking snel. Dit gaat veel te snel. Oh. Oké, laten we dat nogmaals proberen. Fuck it, gewoon gaan. Huh. Oh my god. Val in het water, ik doe niks. There we go. Sorry. Oh. Haal het van me af. Dank u. Jump boost. Nee, ik heb de speed boost nog. Oké, ik heb de speed boost niet meer. Geef me de jump boost. Whoop. Hi. Doe ik het goed? Ik doe het niet goed. Huh. I'm fucking dead. Hey, laten we dat nogmaals even proberen. Eens even kijken. Ik zie... Hier wel een kiertje. Hi. Ik ga compleet langs het kiertje. Dat was... Nee. Dat was niet hetgene wat we moesten hebben. Oké, let's try that again. Het is letterlijk die. Oké, dus gewoon W inhouden. Ik stoot mijn bakkers. Hey, hoe is het? Oh. Oké, nee, maar dit was serieus niet de bedoeling. Ik heb iets overgeslagen. Want ik ging vanuit daar. En dan moet je uiteindelijk hier naar boven. Het duurt even hoor. Oké, daar zijn we. En dan moet je uiteindelijk vanaf hier, moet je de dropper gaan spelen. Maar we weten al welke het is. Het is deze linksonder. Kijk, nou ja. Ik deed hem net in één keer. En als een combootje. Dat was vele malen leuker. Het vereiste wat meer vaardigheid. Nee, dat zeg ik alleen maar. Oké, in één keer door. Huppakee. En dan komen we hier. De houten. En dan de ijzeren. En nog een keer de ijzeren. En dan nog een keer laddertje. Een ladder jumpies omhoog. En volgens mij moeten we dan hier weer een soort dropper doen. Als ik moet gokken. Doe niet aan gokken. Tenminste, niet onder de 18. De boven mag het wel, maar het is niet geheel verstandig. Want het casino wint altijd. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde gaan. Dus uiteindelijk, maakt niet uit hoe je het doet, je verliest altijd geld. Ah, ja, maar dat is naar. Ik zag dat blok helemaal niet aankomen. En dan stoot ik mijn kopje. Kijk hier. Dan moet ik even zo er langs glippen, maar dat is lastig. Oh, nee, daar gaan we. Oké, dus dit moeten we doen door zo de langste... Ja, krijg maar even lekker... Bleh, dat mag je krijgen. En dan komen we hier en dan moeten we letterlijk naar beneden vallen. That's it. Kijk, toppertje. Top! We zijn hier weer. Zou je hier dan een soort van... Want dit valt dus niet in game mode 0 te doen, dan val je gewoon dood. Dus dit zou al per se in game mode 1 moeten. Dan overleef je dit niet. Als jullie deze serie leuk vinden, doe dan even Hallo Don. Wat? Oh, van... Oké, een groen duimpje omhoog. Groen! Hoe kan dat? Oh ja, 2014, toen waren ze nog groen. Nu zijn ze blauw. Vraag maar wat de volgende kleur wordt. Hallo Don, je bent alweer bij het einde van de map. Open de chest en je mag de boel opblazen in creative. Dat zal niet nodig zijn, dankjewel. Kijk jongens, er ligt overal zand. Toppertje. Hey, ik heb de reacties gelezen. Jullie vonden het een beetje jammer dat de cijfertjes niet meer door mij worden gegeven. Dus ik ga ze bij deze weer implementeren. Dit mapje krijgt dus van mij een 6. Je had wel leuke dingetjes. Werkte niet helemaal optimaal. Maar bedankt voor de moeite. Een 6. Oké? Dan gaan we nu door naar de volgende map. Oké, dan zijn we inmiddels aangekomen in de volgende map. En hebben we hier Hallo Don, leuk dat je mijn map speelt. Map gemaakt door Niels, YouTube Gaming, of Gamen met Niels. Regels, je mag vliegen, maar alleen als het echt niet lukt. Geen blokken breken, speel
Tenzij je monsters in de map wilt, speel op. Ik denk creative als je dat bedoelt. Settings op andere bord. Yep, settings. Oh, oké. Eerst het boekje hierin lezen. Oké. Het doel van de map. Het doel van de map is om 15 diamonds te vinden. Die zitten niet verstopt of zoiets. Bij elk gelukte onderdeel krijg je 1 diamond. Map gemaakt door Niels. Like deze video en abonneer. Plopopop. Vetste gast die er is. Video liken. Aan het einde. Doen we niet in het begin. Oké, dan gaan we hier maar beginnen. Dan hebben wij niet springen, gewoon lopen. Dit is het eerste deel van de parcours. Ja, dan zouden we eigenlijk daar moeten slapen. La-di-da-di-da. Geen zin in. Als het goed is, krijg ik hier speed van. En dit is ook weer een flat world, maar dit is met zand. En net was het met ijs. Dat is leuk gedaan. Oké, hi. Oké, goed gedaan. Waar is mijn diamant? Nu een jump parcours. Oké. Dus we moeten... Ik heb de speed nog. Ik raakte een tikkeltje in de war. Hé, mijn leven. Oké, let's try that again. Nu hebben we de snelheid niet, dus nu kunnen we er beter op inspelen. Zodat we weten welke snelheid we moeten aanhouden voordat wij verder gaan. En niet dat we in de war raken met opeens een keer 200 snelheid of zoiets. Hi! Wat is dit? Wat? Diamond. I forgot a diamond. Nee, sorry. Ik mag er maar eentje hebben. Oké, is goed. Goed gedaan, nog een diamond. Sorry, nogmaals, dat de spawn point met command blocks niet werkte. Time set. Oh ja, maar daar maak ik toch geen gebruik van. Maar hoorde ik hier ook nog een diamond krijgen? Want ik zie hier namelijk geen diamond blokje. Ik zie hier wel een knopje, maar dat is volgens mij om het nacht te maken. Ja, maar dat willen wij niet. Wij willen licht. Oké, nou, in ieder geval. Dan komen wij hier terecht en hebben we hier survival mode. Voor dit onderdeel heb je survival mode nodig, als jij het zegt. Oké, dan hebben we met laddertjes te maken. En als het goed is, dan wil je me eigenlijk hier omhoog begeleiden. Ja, nou, vooruit. Volgens mij had ik ook wel die sprong van daar naar dit blokje kunnen maken. Maar we proberen het gewoon inderdaad zo. Oké. Het zijn lava jumpjes. Ze zijn niet al te moeilijk, dus dat is geen probleem. Hi. Oké, daar ging je gewoon letterlijk door dood. Top. Nu zijn we hier weer. Ja, dat krijg je als je geen spawn point zet. Dan word je uiteindelijk weer teruggezet. Dat is mijn fout. Dat is niet de fout van de map. Maar het was op zich ook wel te verwachten dat dat uiteindelijk me zou doden. Maar ik zat te hopen dat er misschien een diamond uit zou komen. Oké, timeset dingetje. Game mode 0, ja. Voor dit onderdeel heb je ook game mode 0 nodig. Een TNT run, nog een diamond. Dank u. Vooruit, ik doe het wel even. Al is er game mode 1 nodig, dan ga ik gewoon eigenlijk in één stuk door. Zo niet. Nou, dan doe ik het wel op die manier. Oké, TNT runnen. Zo. Zee, de sprong haal ik niet. Doei. Ik ben dood. Oké, hey, toppertje. Nu is dat hele deel weg. Zou eigenlijk dan een soort reset knop moeten zijn. Is dat een reset knop? Reset knop ergens? Kijk, het jammer is, dan wordt er van mij verwacht dat ik het in één keer goed doe. Maar zodra ik een fout maak... Wat eigenlijk dus ook hier al wordt aangeduid. Van zodra ik een fout maak, dan respawn ik hier weer. Maar dat wordt dan hier uiteindelijk niet gedaan. Dus nu is het onmogelijk voor mij om dit te behalen. Dus ik moet er eigenlijk overheen vliegen. Want anders, ja. Ik kan wel hier beginnen, maar... Oké, dit... Whoop. Nee. Ik krijg pest. Pestjes. Hey, oké, nou. Zo, we hebben het deels gedaan, oké. Deze doen we weg. Spawn point en time set. Oké, dan zijn we nu nog een diamond, dankjewel. Eigenlijk heb ik die niet gehaald, dus dan mag ik die ook niet hebben. Oké, sta op de pressure plate en jump. Okidokie. Hiervoor moesten we ook in game mode 0 blijven. En ik moet in het waterplasje landen. En dat doen we goed. Was dat leuk, joh? Dat was enig. Diamond voor de jump. Minecraft quiz. Bij elke goede vraag krijg je een diamond. Je doet een dia. Maar het is een dia, niet een dia. Oké. Hoeveel gold heb je nodig voor een gold apple? 72, 160 of 8? Wat voor gold? 8? Nee, dat is de... 72 is wel erg veel. Ik ga voor 8. I am fucking dead. En ik had mijn spawn point daar moeten neerzetten als de dwaas dat ik ben. Oké, dus dan 72. Hey, 72. En ik heb ook een hoofdje gekregen en een minecart. Oké, die minecart die zal ik wel nodig hebben. Want... We moeten hierop staan. En dan vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Oké. Nou, dat was dat. Dus. Hoeveel diamond heb je nodig voor een jukebox? Geen.
Oh, hier staat 3, 1, 2. Dan denk ik 2. Oké, okay, hey. Toppertje. En dan ben ik weer op de verkeerde plek. Ja, omdat ik elke keer moet ik slapen. Elke keer moet het nacht worden. Het is zo omslachtig. Is er niet gewoon letterlijk een command blok? Wacht, ik ga een command blok maken. Nu ga ik het doen ook. Dat we bijvoorbeeld... Hier hebben we dan even een command blok. En dan schrijven we daarin... set/spawn point. Is dat het? Oké, okay, ik heb het even opgezocht. Als het goed is, zou het dit moeten zijn. Spawn point at P. Dus de nearest player. Dus noemen we dit. Hey, set spawn point, bla bla bla. Dus dat doen we kill. Dan is het uiteindelijk dit. Hey, en dan staan we hier weer. Dus, jongens, als je ervan wilt leren, dit is de fucking command. Dan hoef je niet constant te kutten met... Want je bent al bezig met command blocks, times at night. Kijk, zie je? Als je dat doet, dan hoef je eigenlijk fuck die. En dan kan je uiteindelijk dit gewoon doen. Slash spawn point at P. En dat is voor de nearest player. Dan hoef je ook geen namen in te vullen. Lekker makkelijk. Oké? Okay? Hoeveel diamond heb je nodig voor een jukebox? Ik zei net 2, maar dan zal je er dan 1 voor nodig hebben. Helemaal goed. Kijk eens aan, dan komen we bij het volgende vraagje. Vraag 3. Hoeveel redstone heb je nodig om een redstone lamp te maken? Hoeveel redstone heb je daarvoor nodig? 8, 2 of 4? 4? There we go. Oké, okay, speciaal voor jou een ijsparcours. Oh, mate. Dankjewel. Oh, geniet te geblazen. Top. Diamond. Oké, okay, probeer in de dropper te vallen. Is dat wat je wil? Oké. Okay. Moet ik daarvoor game mode 0 hebben? Ik denk dat ik daarvoor game mode 0 voor moet hebben. Oké. Okay. Dus, there we go. Yahoo. Oké. Okay. Als het goed is, zou dit hem moeten zijn. Toppertje. Vlieg maar naar boven. Als je wil mag je ook klimmen. Dat wordt vliegen. Ja, en dan hebben we hier weer zo'n ding. Nou, doen we dus gewoon even lekker spawn point at P. Volgens mij is dit gewoon letterlijk sneller dan dat ik die en dan gaan slapen. Oké, okay, diamond. Fence jumps. Je mag in creative. Daar zit ik in. Dank je wel. Dank je wel. Hoppa. Oké, okay, nou... Matt, perfect. Ik moet aan de zijkant, hè. Ik moet naar de zijkant. Oké. Okay. Daar gaan we. En dan zo. En dan springen we over. En dan op naar dat blokje op. En op hier die pop. Laatste diamond. Dan hebben we de 9 in totaal. Mijn hoofd. Jouw hoofd. Mijn hoofd. Want ik moet het omdraaien. Aha. Don, dit was de map. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. YouTube Gamer met Niels. Abonneer op Game Meneer. Ik heb er veel tijd aan besteed. 3 à 4 uur. Dus ik hoop daarom dat je het leuk hebt gevonden. Sorry dat de spawn points met de command blocks het niet deden. Nou ja, ik heb het zojuist gedaan. Ik bedoel, je hebt het soort van gedaan met bedjes. Maar dat is gewoon een hele omslachtige manier. Timeset. En je hebt vuurwerkjes als het goed is. Oh, prachtig, prachtig, prachtig. Dankjewel. Niels, dankjewel voor je map. Je was wat creatiever met zeg maar de opdrachtjes die er gedaan moesten worden. Uitwerking zag er ook hartstikke leuk uit. Dus voor mij krijg jij uiteindelijk een 6,9. Laten we een 6,9 doen. Dat is wel een geinige. En de volgende keer als je dan weet ik veel een map aan het maken bent. Dan kan je dus door middel van die slash spawn point add pay. En dan komt dat uiteindelijk wel goed. We gaan door naar de volgende map. Oké, okay, welkom bij mijn mapje, Don. Regels Game Mode 1 mag geen blokken breken, behalve als dit aangegeven is. Dit geldt ook voor plaatsen. Story, je zit in de bak wegens het doden van meeuwen. Doel, ontsnappen uit de gevangenis. Een brief van Maarten. Don, kom naar de courtyard. Oké. Okay. Hi, is dit de courtyard? Cel van Geert is leeg en staat open. De cel van Ivo is leeg en staat open. De cel van Ray afgesloten wegens onderzoek. Ik zie het. Ik loop zo naar binnen. En ik zie daar een ontsnappingspoging. Ik zie een cel van Maarten. Compleet lege Reno. Gijs. Leeg. En ik moest eigenlijk naar de courtyard. Maar wouden die in de smiezen. De courtyard. Hi. Hallo. Volgens mij heb ik hier een manneke. En hij heet Maarten. Hi Maarten. Wat heb jij te zeggen? Kijk eens wie we daar hebben. Het zal Don wel weer eens niet zijn. Je ziet er slecht uit, jongen. Ik zie dat je hier niet goed in je vel zit. Misschien wordt het de tijd om hier te vertrekken als je snapt wat ik bedoel. Ik heb wel iemand bij. Ja, of de... Ik heb wel iemand die jou hierbij kan helpen. Hij is in het washok. Veel succes.
Nou, eigenlijk is het dan, ik ken iemand die jou kan helpen. Maar voor, ja, vooruit. Dan gaan we naar het washok toe. Dat is hier. Hey, oude pik, oude pijp. Hoe is het? Geert. Hey Geert. Mooi washok. Geert, wat heb jij te vertellen, mijn jongen? Daar zullen we hem hebben, hoor. Ik had al van mijn vriend Maarten... Iedereen heeft opeens hetzelfde accent. Ik had al van mijn vriend Maarten vernomen dat je me zou komen opzoeken. Nou, om eerlijk te zijn, heb ik wel wat info voor je. In de derde oven in de keuken ligt nog iets leuks wat je kunt gebruiken. Maak er goed gebruik van. In de derde oven van de keuken. Dankjewel, Geert. En hoe kom ik binnen? De derde keuken. Of de derde oven, de keuken. Jim, Giekenboeg, Ziekenboeg en douches. Dan hebben we de Warden Office. Naar de Guard Area. Bezoeken we met uitgang. Hey. Oké. We gaan naar de keuken toe. Hi, keukentje. Is dit keuken? Dit ziet eruit als douches. Oké, wat is dit? Geen idee. De derde oven. Got him. Dagboek van Ray. Is er voor de rest nog iets? Nou, oké. De dagboek van Ray. Dag 1. Ik ben hier net nieuw. Weet niet hoe lang ik hier nog zal blijven. Heb nu al plannen om te ontsnappen. Nou, meestal als ik in de gevangenis, dan krijg je wel te horen van voor hoe lang je veroordeeld bent. Dus de eerste pagina slaat eigenlijk helemaal nergens op. Tenzij je vanwege goed gedrag, blablabla, er eerder uit mag. Maar, you know. Dag 4. Het plan gaat sneller dan verwacht. De geheime tunnel is in de tweede douche. Is nog niet ontdekt. Nog een paar dagen en ik ben een vrij man. Dag 23. Zo, dat was me weer een leuke tijd in de isoleercel. Ze hebben mijn ontsnappingsplannen ontdekt. Maar ik weet niet of ze de tunnel ook hebben ontdekt. Dag 31. De tunnel is ontdekt. Ze weten niet dat ik het was. Maar ik heb een ander plan. Ik ga ontsnappen via de luchtschachten boven mijn cel. Er zit wel een deur in de luchtschachten waarvoor ik een code nodig heb. Zo makkelijk heb ik nog nooit een code weten te bemachtigen. De code is namelijk plus bloed. Bedekt de code. Oké, dus ik weet de code niet. En ik wil graag best wel de code weten. Dus we kunnen in ieder geval de stappen navolgen van Ray. Dus er is een douche. De tweede douche. Dus dat is deze. Hier blijkt een gangetje te zijn. Waar wij gebruik van kunnen maken. Oh, hey. En hier zit waarschijnlijk iets aan het einde. Alleen hoe moet ik daar komen? In één zo'n sprong. Dat is daadwerkelijk onmogelijk. Dus wat nou als ik hier naar beneden val? Wat staat hier? Tip. Druk de button langer in. Ah, ik zie de button. Oké. Dus dit is de button. Oké. Dus langer indrukken en dan... Hup. Tadadadadada. Is er nog een button? Of moet ik naar deze onderste rand springen? Of wacht. Hey. Hey, dit is letterlijk onmogelijk om daar te komen. Balen. Want het is gewoon letterlijk dit. En dan... zie je, daar kan je niet komen. Dan kan je via hier... Kan je wel, zeg maar, hier zo komen. Maar daar ben ik niet groot genoeg voor. Of ik zie een knop over het hoofd of iets. Steen op steen knoppen kunnen nog wel eens... Zeg maar, verdwijnen. Nou, verdwijnen niet, maar het valt niet echt op. Dus ja, ik weet niet of we hier moeten wezen, want nou, we kunnen hier nog niet verder. Dus dan gaan we eerst maar eventjes een andere plek bekijken. Oké, wat heb je nog meer? Je had de tweede douche. Isoleercel, lalalala. Luchtschachten van jouw kamertje. En dat moeten we even de kamer van Ray opzoeken. Ray was hoogstwaarschijnlijk dit, ja. Alleen hier werd volgens mij gesproken over dus een... Een code. Kijk, dit is de code. 4612 4621 of bla 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 bla. Ja, dat is balen, want ik heb het gevoel dat die code dus aan het einde van die ene douche was. Oké, wat zijn de mogelijkheden? De guard area. Hi, bezoekkamer. Hi. Oh, wie hebben we hier? Neef Dennis. Ik weet niet of ik hier al moest wezen, eerlijk gezegd. Ik had nog geen verwijzing gehad dat ik hier naartoe moest. Hi, bewaker Joris. Hoe is het? Oh, wat is dit? Sleutel van Ray's cel. Oh, maar die was al open. Hi. Oh, wat is dit? Niemand mag weten dat ik dit doe. Laat mijn naam nooit vallen of je bent er geweest. Hier is een sleutel voor de cel van Ray. Ik hoorde dat je die nodig had. De code van de deur is 4621. Die had je ook nodig. Onthoud, wij hebben dit gesprek nooit gehad.
Oké, dus de race cell, die was eigenlijk al open. Maar die hoorde dus nog niet open te zijn. Dus dat zou betekenen van, er is een deur. Zo. Die zou hier dan staan en, oh nee, we kunnen er niet doorheen. Nu wel. Oké. En dan gaan we hier omhoog. En dan is het, jemig, wat was dat nou? Het was in ieder geval met een 4, 4, 6, 2, 1. Oké. Tada. Hi. Au. Wat is dit? Ja, dit haal ik dan weer net niet. Het is nou weer net te donker. Ik heb een extra ladder nodig of iets. Anders kom ik niet verder. Ik kom niet verder. Shit, ik kom nu ook niet meer terug. Oké, dat is balen. Oké, dan ben ik best wel benieuwd wat neef Dennis heeft te zeggen. Neef Dennis zegt, dag Don, wat leuk dat, dat ik je even kan zien. Even wachten tot die guard niet oplet. Oké, nu waarvoor ik hier ben. Ik heb dit voor je meegebracht. Ook heb ik een guard weten om te kopen die nu op je staat te wachten in de guard area. Veel succes. Oké. Maar waar heb ik die TNT voor nodig? Want er stond hier net dat de tunnel was ingestort. Dat staat hier. Dus dan denk ik van, je hebt deze uiteindelijk nodig. Op welke fucking manier we ook zouden daar of daar zouden moeten komen. Want elke keer kom ik gewoon een stukje tekort. En dat is zo naar. Want ik krijg geen ladders of wat dan ook. Dus ik moet het met dit doen. Zo te zien is de tunnel ingestort. Ja, maar wat moet ik nou weer met deze diepvriessleutel? Stel dat ik wel hier kon komen. Oké, we nemen de diepvriessleutel eventjes mee. En dan gaan we even kijken in de diepvries. Want die is... Even kijken. Keuken. Is dit de diepvries? Nee, dit was de diepvries. Doe eens open. Hi. Wat hebben we hier? Kistje. Flint en steel. Kijk, ontsnappingsplan. En dus de flint en steel om de TNT af te breken. Wat hebben we nodig? 1 TNT, 1 aansteken, code voor de deur bij de luchtschachten, toegang tot racecel en potion of leaping 2. En die potion die mis ik dus nog. Ze dus moeten nog ergens een potion vandaan zien te hosselen. Oh, deze deur is nu open. Wat is dit? Potion of leaping. Bewaker Ed. En bewaker Ed zegt... Bewaker Ed, je hebt bezoek. Kom maar naar de bezoekkamers. Geen geintjes, ik hou je in de gaten. Dat was dus dat TNT'tje. Nou, dan hebben we dat TNT'tje. Het TNT'tje leidt me uiteindelijk naar bewaker Joris. Bewaker Joris geeft me de sleutel van Raycel. En ook de code. En dan kunnen we naar Raycel toe. Nou, dan zijn we daar. Hoe is het? Dit is de eerste keer dat ik hier ben. Wat een... spannend. En dan vullen we de juiste code in. Lopen we door. En dan komen we uiteindelijk hier. En dan zit ik er... Of dit, hier die potion verlieping. Kijk eens aan. Plaats TNT. En steek hem aan. En dan moeten we even schuilen. Oké. Die is open. Got hem. Rappadabadabadabada. Freedom. Oké. Hi. Bedankt voor het spelen van mijn mapje, Ron. Het is je gelukt. Druk op de knop voor een mooi einde. Het is je gelukt om te ontsnappen uit de gevangenis gemaakt door Bart. Ik hoor TNT. Daar. Oogballen. Wat staat daar? The End. Ja, tof. De vrije buitenwereld. Ja, dit is leuk gedaan hoor. Hier kijken, de hele gevangenis hier zo. Ja, tof man. Oké, ik vond het heel leuk in elkaar zitten. Het idee ervan was ook heel erg leuk. Alleen, ik kwam er niet helemaal uit. En de deur van Ray, die was sowieso al open. Dus daar zat ik ook al een beetje van, als ik dat toch gelijk kan doen, dat is al een beetje vreemd. Dus ik raakte compleet in de war van de volgorde. Maar desondanks, het zat leuk in elkaar. De bedoeling was goed. Van mij krijg jij een 8,2. We gaan door naar de laatste map. Start hier met lezen. Hallo Don, ik heb deze map speciaal voor jou gemaakt. Ik heb last van dyslexie, dus let door niet. Blablabla. Dit is een map met storyline. Oeps, uit al die haast ben ik me vergeten voor te stellen. Ik ben Paul Vos, mijn echte naam is Mila. Ik heb een YouTube kanaal. Cat Gamer, stoppertje. Ik ben niet zo goed in bouwen, maar in deze map moet van mij alles goed, perfect en er mooi uitzien. Hopelijk vind je mijn map leuk. Speel in Game Mode Survival. Niks lopen zonder toestemming. Have fun. Speel in Peaceful. Is allemaal in orde. Hier is het begin van de story. Moet je maar veel ontdekken. Tyfus veel tekst in één keer.
Welkom op de Airbus 488 naar Java. We zijn net in de lucht. Mag uw riemen af? Maar we raden aan om u, als u bijvoorbeeld in slaap valt, hem weer aan te houden. Prettige vlucht verder. Anna. Eindelijk, papa, mag ik een draki uit mijn koffer halen? En dat dan heel onze ruimte vol met rotzooi ligt? Nee, maar je kan toch met je doekje spelen. Bedenkt er dat je doekje draki is. En dat is toch ook leuk? Anna. Oké, papa. Een paar lange uren later. Wow, wat gebeurt er? We hebben een paar storingen. We moeten. En dan valt hij weg. Papa, ik ben bang. Er is niks aan de hand, Anna. Doe maar rustig. En het vliegtuig stort neer. Je moet nu naar de cockpit. En druk op de knop waar je niet op mag drukken. Oké. Hey. Oh, is dit Anna? Hey, hoe is het? Goeie cockpit. Lekker leeg. Niet aankomen. Oké. Maar wat is hier? De tweede klas. Oh. Hey, hoe is het daar? Don't mind if I do. Anna's favoriet knuffel. Ja, Anna. Stik maar in je tyfus knuffel. Zo, agressief. Wat zit hierin? Spullen. En Elytra, die neem ik gewoon mee. Ik neem alles mee. And before I need it. And we have this. And this is empty. This mucho bueno. Hier, neem je... Knuffel, hier niet aankomen. Oh nee! Wat? Kijk dat zielige meisje. Ik word er verdrietig van, maar ik heb het gevoel dat ik haar ken. Oh, daar is een koffer. Ik ga kijken of er bruikbare spullen in zitten. Koffer? Spullen? Koffer? Spullen? Waar? Oh, kijk, hier. Nope. Handig, deze spullen maar. Is een ander gedeelte van het vliegtuig. Ik ga kijken voor overlevenden. Oké. Oh, kijk, hier. Oh my god. We zitten in een plane crash. Oh my god. It's Jacksepticeye. Ah nee. Jammer. Hoe kom ik binnen? Ik hoor de voetstapjes binnen. No es bueno. Of ik hoor een geluidje binnen. Hi. Doodskopjes. Het is mij. Don de grote YouTuber. Hallo. Fucked up, maat. Is die voor mij? Wat zit erachter? Een command block. Nee, niemand, maar hier zijn wel spullen om een compt te maken. Opdracht, zoek naar een open plek waar je een kamp kan maken. Een open plek waar ik een kamp kan maken. Maar wat is dit? Wat is dit? Doet helemaal hartstikke niks. Oké, dus ik moet een open plek zien te vinden waar ik een kampje kan maken. Oké. Oké. Een open plek. Om een kampje te beginnen. Ik zie hier een bordje. Hey, openen bij de laatste opdracht van de katherder. Oké. Ik moet nog steeds even die open plek zien te vinden. Is dit een mooie open plek? Ja, zoek een open plek. Ja, can you be a bit more specific? Because or else I cannot find the next opdracht. Oké. Shit. Is dit een besloten gedeelte hier? Hey. Eerder accepteer ik. Oké. Oké, hoe kom ik hierin? Ik wil hierin. Let me in. Toppertje! Er gebeurt geen ene reet. Oeh, kijk. Ik zie hier een kampje. Ha. Oh, zo te zien heeft iemand al kamp. Misschien kan ik kijken of ik er ook bij mag. Hoi, kamp. Hoi. Is dat de tent? Hi. Eens even kijken. Oh, jezus, weer een lap met tekst. Hi! Doe geen stap dichterbij. Waarom niet? Ik ben bewapend. Doe mij alsjeblieft niks. Ik weet niet eens wie ik ben. Oké, ik ben Aki en ik noem jou... ik weet het. Game meneer. I like it. Ik ben trouwens een herder. Dus ik heb een boerderij. Misschien heb je het al gezien. Maar ga over de boomstronk om daar te komen... Kijk eerst in de kist die je tegenkomt. Oké, kijk eerst in de kist die je tegenkomt. Deze boomstronk. Ja. Kijk eerst in de kist. Welke fucking kist? Of het is kijk in de eerste kist die je tegenkomt. Haha. De boerderij. Dit is de boerderij. De boerderij is van de katherder Aki.
Hier moet je terugkomen als je de missie niet meer doorloopt. Dit is dus ook je safe house. Oh. Oké. Dus wat is nu de missie? I don't get it. Very confused. I do not get. Where is the next objective? Jans? We gaan boven even kijken. Misschien dat hier iets van meer informatie zich berust. Help. Hoor je ook wat, Aki? Ja, wat is dat? Iemand die roept om hulp. Kom snel, we moeten hem of haar zoeken. Ja. Oké, waar dan? Is er iets getriggerd? Oeh. Hey, what the fuck doe jij daar? Is it... Wat doe ik dit? Ah. Haha. Wat is dit? Wat hoor ik daar? Iedereen slaapt nog. Ik ga kijken. Opdracht, ga naar buiten en zoek naar kist 4 van de katherder. Dit is zo verwarrend. Kan ik op deze manier naar buiten? Oh, wacht. Kijk. Dit is de andere deur. Oké, top. Wat is dit? Moet ik hierin? I don't know. Ik ga het wel gewoon doen. Misschien dat het belangrijk is. I do not know. Oh, wat is dit? Een knop. Hey. Bedankt dat je me kwam redden. Ik ben Polvos. Ik weet mijn naam niet meer, maar ik word door de katherder Gamer genoemd. Leuk je te ontmoeten, maar kan ik nu naar beneden? Ik zal mijn best doen. Sorry, het lukte niet om een andere skill te krijgen. Oké. Nou. Dus ik moet jou naar beneden zien te werken. Ja, weet ik veel hoe. It's not really my problem. En volgens mij was dit dan de persoon die om hulp riep of zoiets. I don't know. Oké, dus... Nou, als die theorie zo klopt, dan ben ik eigenlijk nog op zoek naar één kist. And that's it. Oh, hey. Wat is dit? Openen bij de laatste opdracht van de katherder. Ja, volgens mij is dat dit. Oh my god. Oké, wat is dit? Een reddingshelikopter? Moest ik hier al naartoe? Hey, koetje. Dat weet ik dus niet. Oké, wat dan ga ik hier naar binnen? Wat wordt er dan getriggerd? Oh my god! Eindelijk kan ik weer naar huis. Maar waar is thuis? Tijdens het rennen heb je je oksel opengehaald. En is de slagader daar... Die slagader daar open gegaan. Je hebt veel bloedverlies. En je valt flauw. Je wordt wakker in het ziekenhuis. En je weet alles weer. Wie je bent. Waar je woont. Dat je een kat hebt. En een vrouw eindelijk weer terug. In je rijke luis leventje. Dus dit is het einde van de map. Hopelijk vond je het leuk. En... op dat moment had ik ook de map geüpdate naar 1.11. Ik kon die armorstrains niet meer inspannen. En voor mij was het een belangrijke toevoeging. Dus ik moest wel de map afsluiten. Helaas. Ik ben hier sinds de zomervakantie van 2016 mee bezig. En nu is 3 januari 2017. Ik heb er niet elke dag aan gewerkt. Heel veel dagen niet. Oh ja, ik moest ook een keer alle command blocks opnieuw doen. Als je naar buiten gaat, zie je ook command builds. Maar die waren nergens voor nodig. Ik heb veel tijd en moeite in deze map gestopt. Dus hopelijk vond je hem leuk. PS, bomen plaatsen is vermoeiend. Dat kan ik begrijpen. Leuke weetjes. Tijdens het plaatsen van bomen ben ik groot getal keer vastgekomen. 1 keer stond er een varken in de weg. 1 keer een schaap door de bomen heen. En 823 keer te dicht bij de rand geplaatst ben ik 400 uur bezig geweest met het laten groeien. 400 uur bezig geweest met het groeien van bomen? In ieder geval, bedankt voor het opsturen van je map. Het concept was heel erg tof. Van een vliegtuig wat neerstort, verhaallijntje, Anna, Basie, leuk. De questline was super verwarrend. Ik weet nou niet echt of ik het überhaupt chronologisch goed heb gedaan. Nou ja, alles vond zich plaats in één map. Dus ik kon bij wijze van in één keer naar het einde toe lopen. En tada, einde van de map. Dus ja, er waren niet bepaalde checkpoints die ik langs hoefde te gaan. Om bij het einde te komen. Maar het idee was er. En dat was heel erg leuk. En ik zie ook gewoon dat je er veel tijd in hebt gestoken. Dus voor mij krijg je een 8. Dames en heren, bedankt voor het opsturen van jullie mapjes. En de rest van jullie bedankt voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Dan mag je dat beloonen met een duimpje omhoog. Wil je toevallig nog meer van mij zien? Druk dan op een van deze twee knoppen. En dan zie ik jou graag terug bij een van mijn volgende video's. Doei doei!